Ben je zelf voetballer geweest in Biezenmortel? Nee, helemaal niet. Ja, we worden trainer. Ja, er wordt gevraagd om leider te worden, om de zoontjes die voetballen. En nou, er werd mij gevraagd van, god, zou je niet meer willen leiden? Of tenminste, René vroeg daar mij aan mee. En ik wil dat wel graag doen. Ik wil wel bij betrokken zijn in ieder geval. Om die jongens wat mee te sturen. Stijn. Stijn Wertes. Ik ben Timo van de Staak. Wacht. Wacht van de Zanden. Ik ben Keen. Duke Oelmans. Wout van der Wouw. Siem. Tien wedstrijden en dan uit en thuis. 2 keer 20 minuten. Met een rust van 10 minuten ertussenin ongeveer. Heb je kennis van zaken? Ja, wel tuurlijk. Iedereen weet wat voetballen is, toch? En in welke regio spelen de erfjes? Ja, maar in omstreken. Taxandria, Oosterwijk en dan EDN Haghorst, Riel. Audacia hebben we ook nog tegengevoetbald en Nemelaar, Herenaren. En daar zijn ze wel eens een beetje. Voetbal, toen hadden we al een beetje het gevoel van, we kunnen wel als kampioen worden. Want wij zijn echt niet de beste spelertjes van onze competitie. We waren echt wel teams die beter waren qua voetbal. Maar omdat we een team bleven en erin geloofden met z'n allen, kwamen we elke keer toch terug in de wedstrijd. Ja, je kunt lekker een bal trappen en dan kun je lekker. Het gaat voor de plezier en dan is het ook wel lekker leuk als je kampioen bent. Ja, gewoon lekker trappen tegen die bal. Ja, is gewoon leuk. Ja, je kunt gewoon met je vrienden samen spelen. Ja, en het is een teamsport en dat is juist zo leuk aan voetbal. Nou, je moet gewoon plezier hebben met je vrienden en je kan gewoon, gewoon lekker plezier hebben. En het is een sport en ik vind het heel leuk. Je bent samen. En als je verliest, doe je het samen. En als je wint, doe je het samen. Je kan met vrienden samen spelen. Je krijgt er ook vrienden van. En ja, het is gewoon leuk. We hebben zelfs 4 wedstrijden echt achtergestaan met meer dan 2 doelpunten. En toen die wedstrijd weer naar onze kant goed afgewerkt. Nou, dat vind ik echt knap. Een super, super goede instelling van alle kinderen. Voor onze F wel. Tenminste, de F's die nu, deze jongens, die zijn nou het laatste jaar F. En dat is nou de eerste keer kampioen, dus ze hebben 2 jaar hard moeten knokken. En nu uiteindelijk toch bekroond met kampioenschap, dus dat is heel mooi. Maar ik moet ook bijna alles wel winnen, we willen echt kampioen worden. Want we hebben nu maar 1 wedstrijd verloren en nu zijn we wel die kampioen. Maar als we bijvoorbeeld de laatste 2 wedstrijden verloren hadden, dan worden we geen kampioen. Ik probeer dat ze zelfvertrouwen hebben, die kinderen, hè? En dat ze het beste een beetje voortzetten. Zeker heel leuk. Dat is leuk om die jongens te zien feesten en lol te hebben met elkaar. En dat is ook leuk dat met elkaar ook allemaal klikt. Ik denk 3, 4 jaar of zo. 3 jaar. 2 jaar.
Dat weet ik niet precies, maar ik schat ongeveer 5 jaar of zo. 2,5 jaar. Toen ik 4, 5 jaar was. 4 jaar. 2 jaar. Jawel, nou wel, maar het is een kwestie van ook goed kijken wat die jongens kunnen. En dat is ook zien wat, wat de ene wel kan, wat de andere niet kan. Zo zet je een beetje ook op het veld weg. En dat doe je met samenspraak. Van ja, wie doen we er nu in de wissels en wie zetten we het beste voor, wie zetten we het beste achter. Dan moet je al, ik denk dat je dat met de F's al wel kunt zien. Ja, wij hebben dan ook in het voorjaar eentje erbij gekregen, kindje, Jim van Dries. Ook een nieuwkomertje. Die heeft nog nooit gevoetbald eigenlijk, vanaf januari. Die heeft echt 7 of 8 wedstrijden nou gevoetbald. En ja, we hebben ook wel ervaren voetballertjes bij die echt goed kunnen voetballen. Maar ook een grootse keeper bijvoorbeeld. Hij is niet zo groot van stuk, maar groot in daden. En ze voetballen allemaal lekker met elkaar. Dat vinden wij bij WCB wel heel belangrijk. Dat ze elkaar wel gunnen. En ook al verliezen we de bal of komen we achter, er wordt niet gemopperd, er wordt niet één slecht woordje gezegd. Het gaat echt heel erg goed met elkaar en dat vinden wij heel belangrijk. Hoe oud was je toen je bij de voetbalclub ging? 5. Volgens mij 6. 7. Ja. Volgens mij bij 5. En zo moet je dat proberen, die jongens te laten spelen. Inderdaad, goed in de vel. Dus staan ze op de goede plek, zitten ze goed in de vel. En veel overspelen. Dat is belangrijk. Dat ze proberen om niet alleen maar te gaan achter die bal aan, maar proberen echt die jongens op een plek te zetten en over te spelen zoveel mogelijk dat die bal rondgaat. Ja, dat vind ik wel belangrijk. En dat die kinderen lekker in de vel zitten. Ja. Om lekker te voetballen. Ja. De ouders zijn zeker belangrijk. Ik bedoel, er zijn allemaal nog jongens van 6 tot 8. Moeten allemaal nog gebracht worden. Er moeten uitwedstrijden gereden worden. En ik denk dat we dat wel goed onder controle hebben met alle ouders. Wie heeft jou het voetballen geleerd? Ja, papa en ikzelf een beetje. Mijn trainer. De trainers. Mijn vader. Mijn coach. Oh, toen ik beter werd, toen snapte ik het meer. Het eerst was niet echt heel goed. Mijn coach. Een beetje mijn broer en ook de coach. Ja, het kan een hele organisatie zijn, maar dan moeten we meteen van begin af aan goed opzetten. En tegenwoordig is het heel makkelijk natuurlijk met de telefoontjes en de WhatsApp. En maak de groeps WhatsApp aan en iedereen is op de hoogte van alles. Dan kan alles opgezet worden van verloren items die zijn, noem het dan maar op, onderbroeken, sokken en we hebben allemaal meer gehad. En tot wie er rijdt enzovoort, alles. Ook bijvoorbeeld om de platte kaart te organiseren natuurlijk als kampioen wordt. Ben je een hele goede voetballer? Ja, natuurlijk. Natuurlijk ben ik een goede voetballer. Ja, assistmaker. Na alles wat jij zei, dus luister nou maar goed naar wat ik zeg. Het is te laat. Memphis Depay. Ja, dat weet ik niet. Het liefst, er zijn wel heel veel goede voetballers, maar ik zou wel heel graag Messi willen worden. Ronaldo. Neuer. Messi. Cuadrado.